wij gaan een lam maken en doe ook zeker een duimpje omhoog. Intussen hebben we hier een echte slang. Alleen we gaan niet nog zo'n ding maken. Hier. Ja, stiekem een telefoon van jou. Oh, zo. Ja. Komt er nog uit? Weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ah, gelukkig. Ik was er al bang voor. Wat hebben we daarvoor nodig? Dit pakket. Ja, dat pakketje kan je bestellen op de webshop van Boven de Feestbeer. Het is een soort doe-het-zelf pakketje. Dus alles wat je echt nodig hebt, zit er al in. Ja. Nou, we gaan de doosje even openmaken. Nou, wat zit er eigenlijk allemaal in het doosje? Karton. Ja. Papier. Papiertjes, oké. Okay. Ik heb hier kleurtjes. Stiften en zo. Deze dingen. Ik denk of ze voor zo'n kaart te zetten. Ja, een lampje. Ja. Er zitten al zelfs batterijen in. Ja, ideaal. Dus het lampje gaat gelijk aan. Ja. En een handleiding. Dat heb ik wel even nodig. Handleiding. Oké, nou, handleiding houden we erbij. En dit, ik zal dit eventjes heel goed laten zien. Al die stipjes, dan moet je denk ik daar kleuren in ieder geval. Ja, je kan er. Dit mag je eruit halen. En zoals ik hier zie, haal je degene eruit die een zwart bolletje hebben. Ja. En dat doe je door deze te gebruiken. Ik zal het plasticje even. Kom even openmaken. Dan halen we even alles eruit. Dan hebben we sowieso die kleurtjes. Met dit dingetje denk ik. Moet je denk ik ook die stipjes. Zo, ja, die stipjes kan je dan zo inderdaad eruit halen. Raar ding, maar ja. En daar staat. Denk ik. Ja, oké. Okay. Er staat lof. Hier heb ik al twee rondjes. Ja. Blauw natuurlijk. Ga jij de L blauw en dan de O paars. En dan de E weer blauw en dan. Nee. Ja. En dan A. En dan de R weer paars. L. De L dus blauw. Ja. Paars. Blauw. Paars. Nee. Met elkaar zitten. Hoe denk je nog uit? Het grote licht. Ja, want nu zie je er natuurlijk niet zoveel van. Dus moeten we eigenlijk alle lampen die hier staan, moeten we in één keer uit doen. En dan gaan we eens kijken wat het resultaat is. Ja? Ja? Oké. Hoe kunnen we dat doen? Misschien te kloppen. Oh, dat is een goede idee van jou. Dus dan tellen we tot 3. Dan klappen we en dan is het licht uit. Ja. Oké, nou, dan gaan we kijken verder. 1, 2, 3. Nou, is mooi of mooi? Is helemaal. Nou, daar hebben we van die filtertjes tussen zitten. Die papiertjes, maar die kan je ook uithalen eventueel. Ja. Maar net wat je mooier vindt. En dan is het effect. En dan hebben we het op deze manier. En dus ze hebben weer iets ander licht. Ja. Nou. Of je kan dit ding ook zo doen. Ja, dat is een heel mooi lampje. Kan je naast je bed zetten, bijvoorbeeld. Een hartstikke mooi lampje. Wil je dit nou ook maken thuis? Ga dan even naar de webshop. En dan kan je het hele pakketje bestellen. En dan kan je het zelf gaan maken. Nou, wij zitten nog helemaal in het donker. We gaan het maar in het donker afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei!